Wow, de meiden zijn heet. Hallo. Oh, wauw. We willen dit land kopen. Geweldig, dit is een groot gebied waar je kunt bouwen. Meisjes, hey, jullie hebben ons gevonden. We kopen dit land. Geweldig. Wij zijn degene die dit land kopen. Nee, wij betalen meer. We hebben meer geld. Het land is van ons. Nee, dit is mijn land. Hé jongens, misschien is dat genoeg? Laten we het aan het lot overlaten. Oké, laten we spelen. Steen, papier, schaar. Rochambeau. Dit is misschien nooit voorbij. Hier is een geweldig hek. Precies wat we nodig hebben. Kopen, alsjeblieft. Oh. Wow, dit is nu onze helft, jij loser. Ziet er goed uit. Ga je naar een bal of zo? Laten we het afval opruimen. Eeuw. Wat is dit vieze ding? Ik ben allergisch voor stof. Heb je een stoffige doek nodig? Hoe gaat het met de meisjes? Ze hebben een conciërge ingehuurd. Ruim dat op. Deze plek moet brandschoon zijn. Kom eraan. Mijn betaling? Ja, helemaal. Bedankt voor je harde werk. Wow, het is zo schoon. Het lijkt erop dat het schoonmaken klaar is. Phil, zet het vuilnis buiten. Nou, eens kijken. Wat vind je van dit huis? Het is een harde nee. Deze? Nee. En deze dan? Oh ja, deze is het. Ga weg, Sean. Niet gluren. Phil, we hebben een blauwdruk nodig voor ons huis. Pak een stift. Heb je een huis besteld? Teken hier. Geweldig. Waar is het? Wat? Er is niets anders dan planken. Het lijkt erop dat we ons huis zelf moeten bouwen. Aan het werk, zus. Ik verpletter het. Oh. Dit hoort hier. Geweldig. Laten we beginnen met schilderen. Perfecte kleur. Mijn arme vinger. Wil je spelen? Geweldig liedje. Wat? Ben je gek? Jullie zijn een stel freaks. Wat? Nee, haal het weg, Phil. Ik moet mijn vinger behandelen. Het heeft veel meegemaakt. We hebben nieuwe planken nodig. Wat is dit? Oh. Ouch. Denk je dat ik een bouwmateriaal ben of zo? Dat is gek. Kijk eens wat ik heb. Een bouw lifehack. Nu zal je je vinger niet bezeren. Heerlijk. Probeer jij het maar eens. Ons huis is klaar. Controleren met de blauwdruk. Oh, nou, dat is gewoon de stijl. Moderne architectuur. Hoe gaat het daar? Bijna klaar. Hey, niet gluren. Huh? Je hebt een unibrow. Ik denk dat we deze scheve ellende opnieuw moeten doen. Aan het werk.
Oké. Nu kunnen we een nieuw gelijkmatig huis bouwen. Hoe zit het met de blauwdruk? Vergeet het! Ziet het er goed uit? Top, ik vind het geweldig! Nu moeten we het schilderen. Dat klopt, ik ga op zoek naar verf. Oh, wat is er met de meisjes? Ik heb dit nodig. Ik knijp er wel wat tussen. Ik ben niet zo'n atleet. Eens kijken. Oh, hier zijn de schilderspullen. Wat een perfecte, delicate perzikkleur. Huis, je wordt zo mooi. Hey, wat ben je aan het doen, slimmerik? De muren schilderen, is dat niet duidelijk? Hier is wat fatsoenlijke verf. Oké. Oef, ik ben bijna klaar met schilderen. Het duurt te lang. Ik heb een snellere manier nodig. Iedereen naar beneden. Wat? Oh, de verf ziet er geweldig uit. Sean? Oh nee. Sean, het spijt me zo. Mijn sneakers. Ik ben zo blij je te zien. Ik heb net gedoucht. Er is niet eens een deur in ons huis. Ik heb een idee. Wat is dit? Een deurklopper. Nee, het zal hier niet zijn. Ja, de deur ontbreekt. Duidelijk. Klaar, waar heb je het vandaan? Ergens. Dat is het. Er is een deur. Nu kun je naar buiten. Kijk eens hoe comfortabel het is. Oeps. Ik denk dat we het vast moeten schroeven. Het probleem is dat we geen boor hebben. De meiden wel. Ga hem maar lenen. Nee, doe jij het maar. Laten we het regelen met een spelletje. Je gaat toch. Succes, vriend. Dit past niet. Ik zeg van wel. Hey meiden, kan ik een schroevendraaier lenen? Laten we eerst dansen. Is het nu goed? Prima, alsjeblieft. Je bent een geweldige danser. Hoe schroef ik een leeuw vast? Vergeet het. Geweldig, nu hebben we een deur. En hier is een hamer om te kloppen. Klop, klop. Wie is daar? Ik kom je halen, Sean. Ik ben neergeschoten. Ik zat zonder kogels. Maar ik heb iets beters. Kijk uit, Sean. Wow! Deze verf past goed bij mijn nerfpistool. Ik heb een natuurlijk schiettalent. Zie je niet dat ik hier bezig ben met interieurdesign? Ik hou van deze blauwe kop en toch mist er iets. Wat heb je in gedachten? Neonlichten. Het is alsof blauwe recht in je ziel staart. Sean, dat is een briljant idee. Welke kleur kiezen we voor de binnenkant? Oeps, de kauwgom knalde veel te hard. Het is allemaal zo roze. Het mist wel een detail. Vind je Kissy Missy leuk? Ze heeft een glimlach nodig. We zullen een perfecte uitzoeken. Ja, precies goed. We zijn er bijna. Het komt er niet door. Dat is het, ik ben kapot. Meisjes, bedankt voor de schroef. Oh, heb je hulp nodig met je bank? Ja, graag. Ga zitten. Oh, zo aardig van je, Phil. We hebben nog steeds een spiegel nodig en... Hey, geen romantische vibraties. Maak dat je wegkomt. Je moet ergens zijn. Ik vind Phil leuk en jij hebt hem eruit geschopt.
Oké, ik regel het wel. Klop, klop, jongens. Hi. Wij zijn het. Wie wil er limonade? Ik vind het heerlijk. Echt waar? Hier, wees voorzichtig met je limonade. Dank je. Ik ga koekjes halen. Oh, we moeten naar school. Opschieten. Jongens, waar is iedereen? Wie wil antwoorden? Ik denk... jij. Jeetje, zo gespannen. Lucy, kom hier. Oké. Ik kom zo terug. Ik moet deze nemen. Wie heeft er überhaupt al die wiskunde nodig? Wat is dat daar? Een doorgang naar een geheime kamer. Het is super ruim. En zo stoffig. Eww. De kamer moet geheim blijven. Hey, bewaker. Verstop ons. Ja, mevrouw. Nou, laten we beginnen met bouwen. Een krantenhoed is super milieuvriendelijk. Zonnebrandcrème en bril. De meest effectieve bescherming ooit. Hier zijn mijn chique gereedschappen. Hier ga ik mijn penthouse van maken. Oh, bedankt. Die komt van pas. Een stevig frame. Een kartonnen bekleding. Poeh, dit is waar. Aan het werk, niet machine. Oh, wat een schoonheid van een kartonnen huis. Aan het werk, mijn kostbare schroevendraaier. Laten we alle schroeven vastdraaien. Zaag het overtollige af. Het dak van mijn penthouse is nu stevig. Best goed. Oh! Wat vind je van mijn penthouse? Geld zal al het werk voor mij doen. Auw! Wauw, dit is onze nieuwe bestelling. Hier is uw stapelbed, Miss Crazy Rich. Hou het recht. Geweldig. Bedankt voor jullie werk, jongens. Dus, losers, wie heeft nu het meest comfortabele bed? Eeuw, deze muurkleur is verschrikkelijk. Nee! Deze verf is niet luxueus genoeg, maar dat kan ik repareren. Ik voeg gewoon wat diamanten toe. Oké. Ik kan mijn penthouse net zo goed opknappen. Oh ja, goudstaven. Precies het ding. Een kleine warmtebehandeling. Voilà, hier is mijn gouden tegel. Alles wat ik heb is een marker. Maar dat vind ik prima. Kennis is de beste decoratie. Klaar. Oh nee, mijn werkoutfit is verpest. Nu is het prima. Hey, stop met staren, nerd. Ik ben gewoon formules aan het opschrijven. Zo hoort een huis eruit te zien. Met een gouden voorkant. Vies. Dat is niet oké. Heilige miljarden, wat is dit voor vloeistof? Hallo Lucy, ik ben gewoon mijn gazon aan het sproeien. Mijn penthouse zal bloeien. Natuurlijke schoonheid is het beste. Dat is verschrikkelijk. Je hebt mijn ruimte verpest. Oei, zo vies. Repareer dit. Rijke mensen zijn raar. Nu is dit nachtkleed goed genoeg voor mij. Je bent zo koppig. Ouch, de stoel is zo hard. Dat was niet onze afspraak. Ik heb een idee. Zoveel zou genoeg moeten zijn.
Ik heb genoeg geld om mijn stoel te vullen. Oeh, chic en zacht. Ik zal een glas ijsthee nemen om het te vieren. Hé, hey, lijkt dit op een afvalcontainer voor jou? Aan de andere kant, ik moet een bed hebben. Net als iedereen. Ik ga naar mijn favoriete bouwafdeling. Wat hebben ze vandaag weggegooid? Plakband! En een heleboel flessen. Geweldig! Het werkt voor mij. Wat is dit voor geluid? Sean, wat ruist er? Het is mijn comfortabele matras. Het is best mooi geworden. Het enige dat ik nodig heb, is een kussen. Maar goed dat ik geen tijd had om de vuilnisbijten te zetten. De vuilniszak doet dienst als kussen. Breng de ladder binnen, jongens. Ik heb toevallig een kleedkamer nodig. Kijk daar eens naar. Waarom zou iemand in hemelsnaam zoveel spullen nodig hebben? Jij bent in de mode. Ook mijn interieur wordt trendy. Wat vinden jullie van mijn gouden gordijnen? Ik heb dit al gedragen. Het is van vorig jaar. Deze kleur doet het niet voor mij. Hé, hey, dat kwam er net binnen. Ik draag het niet. Ik kan het gebruiken. Een geweldig gordijn, gemaakt van stukjes van je spullen, Lucy. Bedankt. Oh, ik doe dit aan. Sorry, ik heb wat privacy nodig. Een nieuwe Zoom Boom Doom aflevering. Beste. Hey. Ik wil het ook zien. Sean, ga uit mijn weg. Dit is privé-eigendom. Wat dan ook. Wat doet hij daar? Ik zal mijn eigen tekenfilm maken. Het werkte. Ja. Ik kom voor jou, Disney. Wauw, Sean. Mag ik het proberen? Mag ik in plaats daarvan naar Zoom Boom Doom kijken? Ja, deal. Ik ben er. Hey, waarom kijkt niemand naar me? Wat dan ook, ik zet mijn film ook aan. Licht en actie. Wauw, wat een enorm scherm. Mag ik ook wat popcorn? Geweldig. Magische spiegel, ik heb je schoongemaakt. Vertel me nu eens, wie is de mooiste van allemaal? En de sterkste? En de rijkste? Wat? Niets. Nu weet iedereen wie hier waanzinnig rijk is. Wat is er met Lucy? Een online stylist? Wat moet ik vandaag dragen? Dit of dit? Nee, dit. Ik heb een outfit gekozen. Laten we aan de slag gaan. Ja, juffrouw Lucy. Geweldig! Eeuw! Bonen! Een gekke rijke meid. Een boer. Ik heb honger. Ik laat bezorgen. Juffrouw, uw persoonlijke chefkok is gearriveerd. Hier zijn je verse oesters. Bedankt! Je mag weer gaan. Ik hou van oesters. Ze zijn zo klibberig. Zilveren voering is zo duur. Kijk.
Kijk dit. Sean. Ik hoop dat ik niet overgeef zoals de vorige keer. Waarom rookt het hier? Is er hier brand of wat? Brand! Bill, wil je dat we stikken? Ga weg van mijn barbecue. Sjoe, jij kwaad. In het belang van rozemarijn, sjoe. Het kampvuur ruikt heerlijk. Dat is het. Ah! Brandblusser! Oh, welkom, Lizzie. Hoe ben ik hier gekomen? Waar ga je heen? Laten we samen studeren. Mijn mooie kroonluchter. Je kunt hem aanzetten met een iPhone. Woehoe! Een kroonluchter? Phil, je hebt me op een idee gebracht. Een papieren beker en een schaar. En mijn goedkope lamp is klaar. Geld tellen is zo vermoeiend. Het is basketbaltijd. De verlichting is klaar. Het is leestijd. Wat is Phil aan het doen? Een basketbalring recht boven de ingang. Ik heb er altijd alleen willen hebben. Je noemt jezelf een genie. Mijn uitvinding is briljant. Oef, achter de bal rennen is vermoeiend. Oeh, ik zal het idee van Sean gebruiken. Nu kan ik basketballen en in mijn stoel blijven zitten. Goed zo. Wauw. Wat is dat scherpe licht? Ik geef hier een feestje. We hebben goede muziek nodig. Wat? Ik haat rockmuziek. Laten we het harder zetten. En hoog. Is dat alles wat je kan doen? Ik sta op het punt dat te verdubbelen. Wat? Oh nee! Stop! Hou op, Phil. Zie je wat je hebt gedaan? Mijn arme huis. Het is verwoest. Waarom zou je me dat aandoen? Mijn fout, Sean. Ik heb een idee, Lucy. Hey, Sean. Kom plezier met ons maken. Breng het maar binnen. Oh, bedankt. Waarom ben jij hier? Verlaat het klaslokaal. Kom op, aan de kant. Ik heb het druk. Wat zijn dat voor geluiden? Oeps, ons bord. Wat? Hallo, Miss Temple. Wat is hier aan de hand? Kom naar de klas. Jullie gaan nu een toets maken. Succes. Ik weet geen van de antwoorden. Ik ook niet. Een fluitje van een cent. Hey jongens, laat me je helpen. Wat goed van je. Je hebt het gehaald. Het werkte!